ja, wie gaat er nou naar Slovenië? Nou ja, goed. Dan gaan we naar mijn poes te kijken. De winkel wordt hier overgenomen door twee kinderen. Tim is helemaal blij, want ik heb eindelijk de taste-test-video opgenomen. Een hele goede morgen, lieve mensen. En welkom bij een nieuwe vlog. Het is donderdag, dus ik heb zo weer personal training. Ik ga nu eerst even Noah wegbrengen. En dan doe ik vast de eerste boodschap, omdat personal training pas om 10:30 is. Een beetje rot tijd voor mij. En ja, het is rot weer. Ik sta op een parkeerplaats, dus ik film wel even vanuit de rare hoek. Ik ben net gebeld door zo'n bedrijf wat zo'n werkfit traject doet. Dus daar heb ik over 2 weken een kennismakingsgesprek mee. Dus dat is fijn dat dat geregeld is. Nou heb ik nog 3 kwartier voordat ik een beetje moet gaan opwarmen voor kickboksen. Dus ik ben nu even gestopt bij de Albert Heijn en doe ik daar vast de eerste boodschappen. Ik heb volgens mij hier geen diepvriesproducten nodig. En anders haal ik dat wel bij de FOMAR en de Lidl, want ik ben naar 3 supermarkten. Het was deze week niet zo'n hele denderende aanbieding. En jullie nog heel erg bedankt voor alle tips voor de vakanties. Ik ben nog steeds aan het zoeken. Ik heb nu wel iets leuks gezien in Slovenië. Ja, wie gaat er nou naar Slovenië? Nou ja, goed. Voor een leuke prijs. Alleen dat is 14 uur rijden. Dus we gaan even uitzoeken hoe dat met de vluchten zit. Hoe dat met de tank zit. En hoeveel dat dan dus scheelt. Want anders kun je dus gewoon net zo goed ergens een tussenstop inplannen en 2 dagen 7 uur rijden. En dan ben je er ook. Disney was ook zoiets. Dus dat is te doen. En dan kun je natuurlijk veel meer meenemen. Dus dat is op zich ook wel weer makkelijk. En Slovenië is zelf natuurlijk heel goedkoop. Want ik was naar Hongarije aan het kijken. Want ik weet dat wij vroeger ook naar Hongarije gingen. Dus ik kreeg heel veel Balkanlanden door. Ja. Dus het is eventjes verder zoeken. Oh jee, berichtje van Laura. Ik ga kijken. Ik heb hier een heel raar plekje. En die puist wil maar niet weg. Gezond blosje, zeggen we dan. Ik ga nu snel even de boodschappen doen. Ah, ziek helpt me. Heerlijk. Ik denk altijd echt bij de warming up van waarom wil ik dit? Omdat ik dan de warming up al zo zwaar vind. Oh. En daarin is het lekker. Omdat je gewoon op het moment dat je gaat nadenken, gaat het niet meer goed. Dus je moet gewoon eventjes even rammen. Heerly de peerly. Hallo lieve mensjes. Ik heb weer de boodschappen gedaan. Het was een beetje duur uit. Ik heb ook een paar dingen voor weer eigenlijk een keer een taste test video. Die laat ik nu eventjes niet zien. Dus dan lijkt het niet zo zoveel dingen van die gaan. Nou, want... Ik heb kwark, ik heb appelsap, zit even in een groentezakje, want ik heb net te weinig ruimte. De eitjes. De Albert Heijn zit tegenwoordig altijd die paprika en die kaas en die sour and cream, die voorverpakte rijstwafel, uitverkocht. Iedereen is tegenwoordig fit meid, dus fit meid en fit boy. Oké, dus ik heb maar protein en rijstwafels. Het zijn gewoon hele dunne wafels, maar ze zijn rijk aan ijzer. Dat is gemberzalm. Sissi Nobels. Deze vind ik dus heel erg lekker. Eerst zat hij in zo'n langwerpige en nu zit hij in een niet langwerpige. Maar volgens mij is het allemaal nog precies hetzelfde. Die vonden wij dus wel lekker. Kijk dan. Taxi. Nou, dat was pikwik in de aanbieding, dus ik dacht, jee, ik kan mijn theetjes weer halen. Maar het was natuurlijk weer precies 1 kop theetjes, niet die bijzondere theetjes van pikwik. Dus goed, ik heb zo'n variatiebox en green tea, gember en lemon. Nog een sissi. En voor die kopjes doekjes. Dan heb ik aardbeien. Dit kan ik maar beter op voorraad hebben, dit was zo'n... Ja, het stond in zo'n vak. Dus dat het nummer 1,79 was. En het is tot augustus. Nou, dan hebben de kinderen dat ondertussen al op. Chocorijstwafels. Dat was bij de Lidl nu goedkoper. Van dat aardbeisje en die minder zoet. En ze hadden ook weer die... Het was weer die Italiaanse weken. Nou, dan pak ik hem nog niet.
Ja. Deze is heel erg lekker. Paprikaatjes. IJsbergsla. Chocolademelk. Best wel veel vleesla. Zal kip binnen gehouden. Kipfilet. Parma ham. Nog een kipfilet. Dit lag dus ook in zo'n bak bij de Lidl. En ze krijgt dus altijd een KitKat naar dansles. En dat kost daar natuurlijk dan best wel veel. Dus dit vind ik handig om gewoon te hebben. En dan neem ik dat mee. En dan doe ik alsof ze het dus van daar krijgt. Scheelt toch weer wat. Af en toe moet ik een paar dingen wegleggen voor die deze video. En dan weer de neppe vestij. En ik heb 3 pakken magere melk. Ik weet niet of het daarmee redden. Omdat ik dus nu 2 shakes drink. Mijn koffie ermee maak. En nou nog flesjes melk drinkt. Ik moet ook gaan afbouwen. Maar ja, ik heb al vaker gezegd. Zij drinkt gewoon magere melk. Zij drinkt niet die voedingmelk. Dus ja. Eigenlijk drinkt ze gewoon een glas melk. Warme melk voor het slapen gaan. Hier waren 1 plus 1 wraps. Dan ga ik pizza's een keer mee maken. Nam ik ze weer mee bij de Lidl. Eigenlijk maakt het helemaal niks uit. Vind ze van de Lidl net zo lekker. Alleen ze zaten in mijn bonusbox bij de auto. Dus ik dacht daarom, dan neem ik ze daar mee. Maar goed. Ja. Hier waren de aanbiedingen. Dus de bio komkommers waren goedkoper dan de normale komkommers. De bio komkommers waren goedkoper dan de normale komkommers. Dus hè? Ga maar zo'n grote zak met van die kikkerbroodjes mee. Dit brood was in de aanbieding. Was nog maar 1 euro. En of course de langlepper. Van een mooie voorraadkast. Pia begon laatst dat ze peren wou. Dus nou, dan koop ik peren. Zo ben ik. Wedden dat ze ze niet weet. Broccoli. Zuivelspread light. Bananen. Heinz tomaten frito. Overgroentes, die had ik eigenlijk later op het menu staan. Maar ja, al die zakken waren maar tot de 19e goed. Dus dat red ik niet tot woensdag. Dus dan ga ik even wat schuiven maken. Dat maakt voor jullie niet uit, want jullie krijgen het dan al geschoven te zien. Kipsnitzel zaten weer in mijn bonusbox. Altijd handy. En weer 2 raaklimonades. Heb ik ook nog zo'n grote verpakking keukenpapier meegenomen. Want het staat op de gang. Lollies. Je kent deze lollies bestaan al een eeuwigheid met die papegaaitjes erop. Opgekookt. Helemaal prima. Nieuwe tandenborstels voor meiden. Die kouwen er altijd op. Mexicaanse melange, dat vind ik dus altijd lekker met zoete aardappel. En dan is een kipsnitzel. Magere filet Amerikaan. Zo'n grote verpakking. Daar hebben we gisteren ook al een pakje van gekocht. Noah vindt het lekker om soms gewoon een plakje worst te eten. Nou, prima. Hamburger. En eerst namen ze dus altijd dan een plakje kipfilet. Maar kipfilet is best wel duur. En dat is heel erg goed in ons dieet. Dus ik denk, dan haal ik elke keer gewoon een beetje een ander soort worstje wat ze kunnen proberen. Deze flesjes waren 1 euro. Dat zijn maar literflessen. Maar ik nam er toch nog even 2 mee. Dan gaan we naar mijn poes te kijken. Oké. Deze is zo lekker en Tim houdt niet van echte kaas van duur. De Zwitserse kaas kan natuurlijk best wel pittig zijn. Dus dit is gewoon een Noordwoudse kaas. En ik had dit al een keer gegeten. Maar toen, dat was toen ik ruzie had met Tim. Dus had ik het alleen opgereed. Dus ik heb hem weer gehaald. Dus tot mij goed te kunnen. Binnenkort een keertje als cheat meal doen. Ik zet even het weekmenu in beeld. En dan moeten we zo Lia alweer halen. Doordat ik die personal training heb met Laura, loopt het allemaal mee uit. Lina zit echt zo voor het raam aan te staren. Ik heb dus het idee dat ik niks heb gehaald, maar heel veel kwijt ben. Ik ben niet helemaal, ik heb geen satisfying gevoel bij of zo. Goed, sowieso niet toen ik het weekmenu aan het schrijven was. Soms zijn er gewoon net geen dingen in de aanbieding dat je een lekker weekmenu op de aanbiedingen kan schrijven. En dan raak ik altijd een beetje van slag. Nu denk ik, ja, eten we weer bijna
hetzelfde. Het is een beetje Koos inspiratie dus, maar goed. Daar is mijn hoofd. Ja, hey. Nou, goed. Of jullie moeten even wat sneller lezen, want ik heb geen zin om, ik heb even zin om alles in te ruimen. En je kan hem ook op pauze zetten. Tip van mij. Nou, tjallas. Voorzicht. Want, ja. Dan kun je daar lopen, hè? Ik weet niet of dat de bedoeling is. We gaan eventjes hier bij Palazzo rondlopen met Nina en Denise. Alleen wij zijn een beetje vroeg, dus we gaan eerst even een drankje drinken. Er zat sneeuw erop, dus er sneeuw op de tafel. Ja, dat dan weer wel, hè. Nou, kom. Ik wist helemaal niet dat er een speelhoekje was. Dus dat komt er even mooi uit. Dus dan kook je wat vaker gewoon met hun. Het is heel gezellig. Echt een leuk speelhoekje. Mam, even de koffie drinken, ja? Kom je zo ook je frisse thee drinken? Ja, dus je dan doen we de koffie, ja. Nou, mama gaat gewoon even de koffie drinken. Tadaa. Ik denk dus dat we een vakantie hebben naar, ik denk, Slovenië. Dus dat is wel een leuke... Mama, ook erbij. Dat is namelijk maar 1500, 1600 euro voor bijna 2 weken. Alleen ja, het is 14 uur rijden, maar ik zei al tegen Tim, het is richting Balkanlanden. Dus als je dan gewoon 1 dag 7 uur rijdt en de andere dag 7 uur rijdt, kan ieder 3,5 uur rijden. En doe je een hotelletje halverwege en dan rij je daarna weer door. Ik denk dat dat echt wel goed te doen is. Kom, mama. Ja, doe je je schoen aan dan? Nee. Wij zijn nog niet klaar. Ja, maar Nina komt toch? We gaan toch door de winkel heen? Nee, ik ben nog niet klaar met mijn popcorn. Nou, eet even door. Ja, die mag je meenemen, hè? Die fris, die hoeft niet te denken op. En je popcorn kunnen we ook meenemen. Dat hoeft ook niet in één keer op. Dan kan je tussendoor het wandelen, kan je nog even wat popcorn eten. Toch? Vervolgd met alle popcorn tegelijkertijd in de smoel te houden. Ja, dat is toch slim? Ja. Ja, je kan blazen, maar het kaartje zit in de weg, Lia. Je neemt ze ergens mee naartoe. Wordt meteen alles gesloopt. Dat is niet mijn kind. De winkel wordt hier overgenomen door 2 kinderen. Hoe lang zou het duren voordat we eruit gezet worden? Er is nog niks kapot gegaan, dus dat scheelt. Oh. Nina. Het hoeft niet allemaal op de grond. Oh ja. Oh nee, ze gaat erop zitten, Lia. Liepen het mensen op hun blote voeten. Ook de kinderen. Lia snapt dat niet. Ze zegt ja, dat doen sommige mensen. Die gaan op blote voeten lopen. Het zag er heel gek uit. Ik weet niet of mijn kinderen op blote voeten zou laten lopen, maar ja, als dat je overtuiging is, dan doe je dat natuurlijk gewoon. Dit is van vroeger, hè? Het ziet er wel uit alsof het van vroeger was, hè? Vond je het gek dat die mensen op blote voeten liepen? Ja. Ja. Hij is weer terug. Kijk, dan is een grote feestje. Wow. Mag ik dit mee naar huis, mama? Nee, laat me liggen. Je mag straks nog wel wat uitkiezen van mij. Maar kom, we gaan even naar de kleding. Heb je gewoon zelf uitgekozen, hè? Ja. Kijk nu. Nou, trek maar uit, mag je die hebben, ja? Moet maar je nog wel. Allemaal. We moeten het toch betalen? Oké. En we moeten het eerst even wassen. Ja? Nee, niet het. Voor de start! Nou. Ik klaar voor de start af. Je kan ook voor de start zetten. Duwen. Nee, schuit. Nee, nou moet jij weer rennen. Oké, dan moet jij deze op. Oh ja, oké, dat snap ik. Klaar voor de... Hey, Noah, valse start. Nee, ik mag rennen, jij ging ze
Anders doen we met z'n allen drie. Dan gaat mama tellen, ja? Oké, klaar. Voor de start. Af! Oh, jezus. Ja, maar ze zijn een beetje te groot voor mijn hoofd. Klaar voor de start. Af! Jullie laten jullie vader steeds vallen. Het was dat niet alweer. Goedemorgen, we hebben vandaag doen we verkleedfeest, dus ik heb heel erg haast. Dus we gaan nu die kant op. Kijk, mijn lieve Elsa. Tadaa! Heel erg mooi ben je, schat. Moet je niet je panty nog aan? Nee. Waar is je panty? Op het tafeltje. Nee. Oh ja, daar. Oké, we gaan even opschieten, want ik zie inderdaad... Hier is nog het cadeautje van de juf, dat zag er leuker uit. Maar snoepjes, bloemetjes, chocolaatjes. Nou, enig. Ik heb hier maar mijn toverstaf. En aan de onderkant. Ja. Yeah. Ik heb hier maar mijn toverstaf en mijn dingen. En jij bent in ieder geval goed gekleed, hè? Ja. Oké. We zijn weer laat, jongens. Lieve mensjes, ik ben ondertussen weer thuis. Lia moet nog ongeveer een uurtje. En dan is zij ook klaar met school. Dus ik heb een paar dingetjes gefilmd. Maar ik kan natuurlijk niet filmen op school. Ik ben wel kapot ervan. Heel leuk, maar het is ook heel vermoeiend en dat merkte ik ook aan Liam. Toen aan het einde echt alleen maar duidelijk. Maar goed, ik ga even een shakeje drinken. Dan ga ik even op de bank zitten. Ik heb Liam wel afgemeld voor de BSO, want dat ga ik er niet aan doen. En dan gaan we even kijken wat we straks kunnen doen. Het is wel echt rot weer. Ik ben echt moe. Ik praat jullie zo. Ik heb niet echt bij te praten, maar... Stel je oplichters. En alleen maar vet. Goed, ik heb geen morgen gefilmd vandaag. Maar daar heb ik even geen zin in. Dus dat doe ik lekker even niet. Ik heb paprika wraps. En daar maak ik dan even pizza wraps van. En dan moet het eventjes helemaal koekje komen. Ik laat zo nog even het eindresultaat zien. Ik ben helemaal overspannen van die vakantie. Elke keer denk ik dat ik wat heb. We dachten nu, we gaan naar Slovenië, maar dan is het weer geklooid met alles bij elkaar te zoeken. Vlucht is wel goedkoop, maar dan heb je een heel mooi resort, maar dan precies die kamers die je wilt, dat is weer niet te boeken. Nou. We gaan er straks nog even voor zitten, ik heb er nou geen zin meer. Ik was een klein beetje vergeten, dus ze zijn een beetje heel bruin, maar goed, hè? Joehoe! Lekker feestje houden thuis! Een hele goede morgen, tuurlijk. En dan moet je hem even hier meenemen. Zet hem even hier neer. Ik heb zo last van mijn nek. Dat vind ik echt niet grappig. Ik ga hem zeggen. Hallo. Lekker dit geld hebben. Het licht is zo uit. Dat is het buitenlicht, schat. Je moet even de muziekbox aan mama geven. Dan kan ik hem aanzetten. Dan gaan we even muziekje aanzetten. Laat het los! Weer mooi gesminkt, laat het zien, Lea. Wauw! Mijn zus en mijn vader hebben Noah net even opgehaald om de hond uit te laten. Mijn ouders passen even op de hond van Jelle. Nou, Noah wordt helemaal enthousiast om honden. Dus dat is wel schattig, hè? Is ze allemaal mooi dan? Kijk mama! Die is mooi zeg! En doen jullie alles in het mandje? Ik heb nooit zo'n steen gewonden. Oh nee, dat was geen steen, nee. Maar goed dat je... Maar laat je handschoenen zien, Lia.
Wauw! Nou gaat het extra goed. Oh. Ah. Mooi. Ah. Oeh. Ah. Natalia was jarig en is nu officieel ingeburgerd als Nederlander. Dus ik heb tulpen, stroopwafels erop, pindakaas, hagelslag. En oude kaas zit er ook nog in. Dus, nou. Nee. Ik heb er frietjes gebakken voor de meiden en ik. En dan heb ik frikandellen en chili cheese nu. De meiden lopen naakt rond, dus ik kan niet zoveel filmen. Maar goed, het is ook niet zo heel veel boeiends geweest. Wauw, mooi look. Voort! Avondroutine is begonnen. Ik heb ze net al de vitamines gegeven. Ik heb de kinderdisco gestart. Ja, mee. Gelukkig. Even tanden poetsen. Ik heb vast het. Ik heb hier alvast het flesje van Noah. Ik heb net even snel gedoucht. Dus nu kan ik na het tanden poetsen Lia naar boven sturen met haar tablet. En dan kan ik wel lekker even tablet kijken. En dan zorg ik dat Noah op bed ligt. En dan kan ik daarna Lia op bed leggen. En dan. Ben je al klaar? Ja. Even controleren. Eerst jij. Zo. Zusje is ook zo'n terrorist, hè, Chies? Nou, mama kijken. Mama kijken. Chies. Chies. Nou, lekker slapen. Slaap lekker, Noah. Slaap lekker. Eens of wel. Ik ga nog even de Barbies voor je pakken, ja? En een poepscheet pakken. Een poepscheet. Nou, dat kan je krijgen hoor. Oké, ja, ik moet eventjes dit even ruimen nog. Ik heb net nog een video opgenomen. En dan ga ik mijn nest in, want het is bedtijd. En ik heb morgen natuurlijk gewoon de meiden, want het team is lekker in Amsterdam. Helemaal leuk voor hem, minder weer voor mij. Het duurt dan toch altijd wel een beetje lang voordat hij thuis is of zo. Dat is logisch, want hij wordt daar wakker en het is een feestje. Maar ik vind het een beetje een zwaar vooruitzicht dat de vakantie begonnen is. Want normaal denk je, nou ja, oké. Dus ik probeer planning te vinden, maar het wordt best wel slecht weer ook deze vakantie. Dus ja, ik zit eventjes te denken wat ik ga doen met de meiden. Ik wil er voor maandag wat gaan doen. Ik dacht eerst ook iets van, hè, zo'n Preston Palace, dat heb je ook met Bonte Wever. En toen ik met Tim in Preston Palace was, toen zei ik al tegen hem van, nou ja, dit gaan we niet meer met z'n tweeën doen, daar zijn we nu gewoon te oud voor. Maar het lijkt me wel heel leuk met de kinderen. Maar ja, als ik dat dan weer alleen met die kinderen ga doen, dan weet ik nooit zo goed of ik daar dan wel slim aan doe. Ook omdat we dus nu wel gemerkt hebben dat de vakantie gaat best wel duur worden. En daar hoop ik ook nog steeds opeens een spotprijs van iets te vinden. Maar dat zit allemaal niet echt mee. Sowieso trouwens, ik vind het ook leuk om dingen te doen ook voor de vlog. En ik leef niet voor de vlog, maar ja, je wilt toch leuke vlogs maken. En ik vind het toch wel om uitjes te doen, vind ik toch wel een hele leuke opvulling van een vlog. Tenminste, ik merk dat ik vakantie-uitjesvlog zelf ook heel erg leuk vind om te kijken. Dus dat speelt ook mee. En abonneer even. Ik blijf het gewoon zeggen, want elke keer haal ik die 1,2. En dan ga ik er ook overheen. En dan denk ik, yay! En dan gaan er weer een paar weg. En nou zit ik weer op 99. Dan denk ik, jeetje jongens, blijf nou. Sommige mensen, soms vind ik zo vaag dat mensen dan deabonneren op een moment dat ik ook denk van, serieus, ga je nu weg opeens? Goed. Ik ga even deze rotzooi opruimen en klaarmaken voor bed.
Nou, ik ben best trots op mijn eigen, want ik heb me eroverheen gezet en toch een beetje gedaan. Daar ligt nog iets, dat pak ik nog even op. Maar wel het rusten. Goedemorgens van deze regenachtige zondag. Wij gaan even langs Balorg. Mm-hmm. En dan gaan we even langs baby Nine. Want de moeder van baby Nine is jarig. Dus daar gaan we dan eventjes op visite. En punt. Ik heb echt zin om het hele dieet om iets te verkloten. Maar goed, gaan we niet doen. Ja, jullie zien ons straks. Oh, wacht. De schoenen van de baby moeten uit. Oké, goed zo. Nee, Nine is nog even aan het slapen. Nou, van Balorg naar het volgende Balorg. Kijk nou hoe geordend dit allemaal eruit ziet. Ja, mijn huis is bijna hetzelfde. We zijn alweer eventjes een tijdje thuis. Wat zeker gezellig bij Nina en Dries. Ik ga zoete aardappel oppakken met de Mexicaanse melange. Ik heb normaal altijd die diepvries, maar nee, dat is er niet. Maar dit is ook, ja, dit is wel een stuk minder goed. Dus ik heb even een uitje erbij gesneden. Kipburger erbij. You know the dealos. Heel veel moeite om het vandaag weer op te pakken, maar we zijn er. En ik, mijn nek begint me een beetje te slopen. Want het is zo'n zwaar gevoel aan mijn hoofd. Dus ik word er gewoon een beetje gek van. Dus ik ga morgen even kijken of ik kan bellen. Maar vaak in de vakantie zijn hun ook op vakantie. Dus ik zou even kijken of dat gaat lukken. Ik ga eerst even aan de bak. Lieve meisjes, ik ga het afsluiten. Ik heb heel erg last van mijn nek. Dus ik ga op tijd mijn nest in. Tim is helemaal blij, want ik heb eindelijk een taste-test video opgenomen. Dus ik heb een paar. Maar vind je ook niet dat er op staat? En dan moet je eigenlijk de video nog kijken. Nee, dat ga ik straks aan hem vragen. Want het duurt toch wel even voordat ik die geëdit heb hoor. Want dat is meestal best wel veel editwerk. Tenminste wel hoe ik het wil doen. Dus in ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dank jullie wel voor het delen en voor het klikken. Want ik heb er wel bijna 10 abonnees bij gekregen daardoor. Dus dank jullie wel, lieve volgers. En ja, dan zie ik jullie gewoon heel graag weer bij de volgende vlog. Ik denk dat echt die taste test pas over een week online komt. Want ik moet hem editen en ik moet ook mijn normale vlogs editen. En anders gaat alles door elkaar lopen. Dus komt eraan, even geduld hebben. Doei lieve mensen.